Eerst een kopje koffie. Hoewel het er super lekker uitziet buiten, denk ik dat er geen gelegenheid voor mij is om buiten te gaan vliegen. Er zijn een hoop dingen te doen hier thuis. Ik heb administratie te doen, ik heb nog klanten te bellen, moet pakketjes versturen. Ja, en ik heb eigenlijk ook niet zo heel veel te vliegen. Eigenlijk alleen nog de Epiquad die het nu doet. En al die andere White Wizards die zijn under maintenance. Ik moet daar de motortjes van vervangen. Hele flight controller was natuurlijk zondag aan gort gevlogen. En dan moet ik even bedenken hoe ik dat nou ga swappen. Ja, ik heb ook eigenlijk altijd nog wel tussendoor 10 minuten sessies lift-off. Vind ik altijd wel relaxed als break. Dan ga ik heel eventjes echt 10 minuten ook op de timer even door die simulator heen crossen. Dat werkt altijd wel lekker. Dus dat is de dag voor vandaag. En ik ga het ook gewoon vloggen. Dat is de bedoeling, hè. Elke dag een video uitsturen. En hoop dat je het interessant vindt. Ik ben heel benieuwd. Laat even een duimpje achter en eventueel een reactie op de video. Met tips of dingen die je graag wil weten bijvoorbeeld. Ik ben heel benieuwd. Zie ik zo even een uur lift-off te spelen. Ik heb bijna mijn personal record verbroken. Maar ja, dat gaat nu dan niet lukken. Ik heb in ieder geval weer even wat stick time gehad. Maar ik heb deze middag ook nog even andere dingen te doen. Ik moet nog een paar straps maken. Onder andere eentje naar Slowakije toe sturen. Dus dat moet even tijdig op de bus. En daar heb ik nog wel even wat voor te doen. Dus dat ga ik nu doen. Niks op tijd alle pakketjes op de bus kunnen doen, dus nu snel naar huis. Dan kan ik misschien nog mijn quadcopters afmaken, of in ieder geval repareren, want dat is wel nodig. Een hoop kapot.